Ik ga jullie meenemen naar het hoogwater van 2021. Uh, daar hebben wij toen uh, met dassen een aardige, nou, probleem wil ik niet zeggen, maar daar hebben we aardig wat tijd aan besteed, hoe wij het deden voor het hoogwater en wat dit voor impact heeft gehad op onze aanpak. Zoals gezegd. Wat is uh, bij ons uh, de situatie? Ik heb ook heel even het plaatje van de bever erbij geschetst, want uh, wij gaan eigenlijk zowel met de bever als de DAS op redelijk vergelijkbare manier om. De dassen, zoals jullie kunnen zien, zijn redelijk verspreid door heel Nederland, met name oost, zuid en noord. En ik heb ook even een plaatje van ons beheergebied er langs gezet. Dassen zitten eigenlijk in ons volledige beheergebied, maar alleen rondom de dijken. De noordgrens van ons beheergebied is namelijk de Maasdijk. Daar hebben we aardig wat hoofdbrekens rondom de das. En voor de bever kun je zien die zit wat verspreider door Nederland, vooral langs de, de rivieren. En die zit ook gelijk in ons gebied veel verspreider, want die vindt ook kleine waterloopjes leuk om daar onder water zijn hol te graven. En die das die houdt graag droge voeten, dus die zoekt vooral die dijk op, want dan kan die heerlijk hoog en droog zijn hol uh, maken. Dus dit is eigenlijk waar we voor staan en het neemt steeds verder toe. We zijn ieder jaar meer tijd, meer geld kwijt met de graverij, omdat ze gewoon op steeds meer plekken aan het graven zijn. Omdat de toename van het aantal... Uh, zo sterk is. Dus hier ook het plaatje collega's gezocht. We hebben op dit moment geen vacature. We hebben net een dijk meer er extra aangenomen, maar wij komen er wel heel erg lopen er tegenaan het aantal uren. Ik heb zo meteen wel een plaatje. Ja, dit zijn onze uitdagingen. We hebben linksboven af en toe een voertuig die in een beverhol zakt. We hebben daardoor niet altijd de mogelijkheid om op de normale manier te kunnen onderhouden. Uh, met dassen rechtsboven, daar zien jullie al uh, water uit dassenholen stromen. Nou, dat was uh, afgelopen zomer. Dus daar ga ik straks wat uh, dieper op in. Maar ook uh, op het moment dat wij een dassenhol uh, vinden en we hebben het protocol toegepast. En dan gaan we hem helemaal uitgraven. Nou, dat levert soms hele dolhoven aan uh, gangenstelsels op uh, in en uh, nabij uh, de dijk. Dus dit is eigenlijk waar wij voor staan. Nou, en dat levert ook uh, gelijk uh, flinke risico's op. Uh, ik zag het plaatje gevaar. Nou, tot nu toe hebben we het nog niet zo gehad qua hoogwater dat we echt dachten dat die dijk bezweek. Maar je ziet wel dat de faalmechanismen die gaan gewoon uh, sneller uh, ontstaan. Het, het, het afschuiven van een dijk, uh, de instabiliteit en uitspoeling uh, wanneer je een hol erin hebt. Maar ook uh, piping waardoor je gewoon je veel korter, kortere lengtes hebt en daardoor veel sneller uh, een probleem in de dijk. Uh, Hebt. Dus wij uh, kunnen daardoor niet zomaar achterover gaan zitten en kijken hoe ontzettend mooi het is dat die das zich uh, zo fijn voelt in ons beergebied. Wat ik wel de kracht vind van natuurbescherming, ik vind het in die zin super mooi dat we plekken hebben en dat het zo goed gaat. Maar we komen ook wel op een uh, kantelpunt waarin we moeten kijken van nou het gaat zo goed, misschien uh, kunnen we er ook op een iets andere manier mee omgaan. Nou, dit waren de kosten en de uren. Afgelopen jaar hebben wij uh, bij ons waterschap bijna 2 ton uitgegeven aan uh, dassen en bevers. En je ziet dat het aantal uren verdubbelen. De inspectieuren verdubbelen jaarlijks. Um, en dat zie je daarnaast ook aan de beleidsuren, de uren voor onderzoek, de uren voor administratie. We zijn er inmiddels 2700 uur mee kwijt om het het hoofd te bieden. En wat je dan ziet: de lijst met Dassenburg in de dijk, hoe actief we ook zijn, die wordt niet korter, die wordt alleen maar langer. Dus het is voor ons een serieus, uh, serieus probleem. Uh, dit gaat overigens over 110 kilometer Maasdijk en 75 kilometer regionale keringen. Dit is nog los van de uren die we in het watersysteem besteden en dat is ongeveer vergelijkbaar. Nou, hoe gaan we daarmee om? Eerst heel even de situatie voordat we het hoogwater hadden. Wat deden we eigenlijk al om, om te gaan met die dassen en met die bevers? Nou, het werd net ook al gezegd door Oscar: ik doe ook de zorgplicht. Ik heb teruggekeken in mijn zorgplichtrapportages. Wanneer heb ik het voor het eerst over graverij gehad? En dat was 2018. Nou, we zijn nu vier jaar later en het is echt uh, geëxplodeerd. Maar we waren er al wel heel druk mee bezig. Wij inspecteren wekelijks de dijk en er zijn ook echt mensen die heel gericht dan naar graverij kijken. Want zodra wij het einde van het dassenhol nog kunnen zien, mogen we hem gelijk dichtgooien. Dus het is voor ons echt zaak om zo snel mogelijk die graverij te kunnen vinden. Nou, dat zijn toch een 30-40 pijpen die uh, al ziet zonder dat je het DASSE-protocol hoeft toe te passen. Nou, onze dijkbeerders hebben dus ook gewoon flink wat grond en klei achter in hun wagen liggen, zodat ze er gelijk mee aan de slag kunnen. We hebben ook een actueel dassenprotocol waarin staat wat we kunnen doen. Ik zal het zo meteen even toelichten aan de hand van plaatjes. Um, en We zijn voor de zomer of voor het hoogwater waren wel bezig met hoe gaan we duurzaam om met die DAS en die BEVER, Want het was heel duidelijk: die blijven gewoon in ons gebied en het neemt vooral toe. Een van de zaken is gewoon eens echt in beeld brengen wat hebben we allemaal en daar een technische analyse aan vastplakken. Nou, hier is het lijstje van voor het hoogwater. Eigenlijk een aantal burgten waar we serieus risico hadden. Um, waarvan je weet als je in hoogwatersituaties komt, eigenlijk in fase 0.1. Dus eigenlijk heel snel al moeten we daar in actie komen. Uh, en dat wil zeggen, zo snel mogelijk nagraven dichtzetten of er al uh, grond tegenaan zetten. Um, ondertussen zijn we ook een inventarisatie gaan doen met de zoogdiervereniging. Die hebben gevraagd, al onze gebieden, ga naar hoeveel territoria zijn er nu en hoeveel zijn er mogelijk? Uh, met daarbij ook aanbevelingen van wat zou je daarmee doen? Hè? Zou je hoogwatervluchtplaatsen aanleggen? Uh, ga je alternatieve dassen zodat dus die wel eens in zijn territorium blijft, maar op een plek waar die eigenlijk geen schade aanricht? Nou, dat uh, hebben ze, doordat we ook dijkversterkingen uitvoeren met hele uiterwaarden die opnieuw ingericht worden, was het voor ons heel waardevol om te zien waar, ja, welk toekomstplaatje kunnen we verwachten. En daar een plan van aanpak op maken. Dus dat was eigenlijk de situatie voordat we uh, het hoogwater ingingen. En we werden nog een klein beetje geoefend. Oh nee, wacht sorry. Ik ga nog even de, de reactieve en de proactieve sporen. Dit is eigenlijk het DASE-protocol wat we uitvoeren. Je ziet dat we een wekelijks inspectie doen nou, op het moment dat er een dassenhol ge gezien wordt. Dassen zijn veel makkelijker, want die uh, maken bovengronds hun, uh, hun ingang. Dus je ziet altijd van die hoopjes uh, geel zand liggen. Een bever, die kun je gewoon niet vinden, want die doet het lekker onder water. Maar met die das, als we hem hebben gevonden, dan uh, gaat het protocol in werking. Dan gaat er een collega gaat er dagelijks naartoe en die zet dat hol drie kwart dicht uh, aan de voorkant. Zodat hij nog wel zuurstof heeft, maar uh, dat hij iedere keer zichzelf moet in- en uitgraven. Dat vinden ze ontzettend vervelend. Uh, dus als ze daar op een gegeven moment denken, nou, dan gaan we een andere plek zoeken. Nou, dan stoppen, uh, stoppen ze met graven op die plek. Blijft dat hol uh, drie kwart dicht en dan weten wij, oké, okay, na een, een dag of tien, mogen wij dan daadwerkelijk gaan nagraven en uh, de boel dichtzetten. Maar ja, die das die moet een plek hebben en die, die dijk die blijft interessant. Dus wat je ook wel ziet, is dan heb je hem op één plek weg, ja, dan komt hij op een gegeven moment ergens anders. Komt hij gewoon weer terug. En bevers doen dat net zo hard. Dus het spoor wat wij daarnaast bewandelen is hè, kijken welke territoria heb je en kun je daar een alternatieve maatregel treffen. Zoals een alternatieve burg. Dit jaar is er bijvoorbeeld in Rosmalen, en bij in Bos een alternatieve burg gemaakt. Om te zorgen dat hij wel het territorium blijft bezetten, want ze zijn vrij territoriaal. Maar dat hij uh, geen last meer heeft dat wij op die dijk, dat hij die alleen nog gebruikt voor het forageren of uh, om over te steken. We hebben zowel HBP-projecten, waarin er grond verwerfd gaat worden, waarin uh, er ook damwanden gezet worden, waarin je gaas kunt ingraven. Nou daarin zitten we echt te kijken, hoe richt je dat zo mooi in, dat dat gelijk opgaat met uh, het uh, omgaan met dassen en met bevers. Nou ja, en we zijn ook plekken waar we geen um, hoogwaterversterkingsprogramma hebben draaien. Nou, dan moeten we zelf kijken wat is voor ons de manier om dit uh, netjes in te richten. Dus dat zijn eigenlijk de twee sporen die we behandelen. En ondertussen hebben we het calamiteitenbestrijdingsplan paraat. Wat als het toch misgaat? En we hebben niet alles uh, opgelost, want het is zoveel. Je kunt het niet allemaal uh, tegelijkertijd oplossen en je moet dat protocol volgen. Dus op die manier gaan wij daar uh, mee om. Nou, we hadden een kleine vingeroefening, begin 2021. We hadden een mini-hoogwatertje. Nou, dat was eigenlijk heel fijn, want een van die burgten die al in die rode lijn zat, nou, die begon gelijk begon er water in te staan. Nou was dat piekje zo snel weer weg dat het geen zin had om dit uh, helemaal na te gaan graven. Daarvoor was het ook zo sompig dat we zeiden van nee. Het water daalt al, de dijk die houdt het prima, maar die das is eruit. Dus we met de provincie overlegd, de ODBN en de fauna-beheer-eenheid, en uh, we hebben er ook altijd een ecologisch deskundige bij. Kunnen we deze nu niet al opruimen? Want hij is weg. Hij zit er nu zeker. weet weten niet. Dus we hebben gaas over uh, de ingangen gelegd, dat hij ook niet uh, stiekem weer terug kon komen. En toen konden we die in ieder geval al, uh, al herstellen. Dat is wel fijn. We hebben hele korte lijntjes met uh, zowel de fauna b eenheid als de ODBN. Die uh, kijken heel actief met ons mee en die denken ook mee. En dat maakt het samenwerken wel heel erg uh, prettig. Maar toen kwam het hoogwater een korte broek, um, wij zeggen altijd, joh, neem dikke kleren mee, uh, droge sokken. Ja, nu was het uh, mondkapjes, uh, anti-desinfectiespul uh, en uh, zonnebrandcrème. Dus het was sowieso een hele bijzondere setting voor ons. Um, maar ik zal jullie even meenemen, waar kwamen wij vandaan. Uh, hoe, hoe zijn wij dat hoogwater ingegaan? Want natuurlijk, jullie kennen de verhalen hè? uit Duitsland, uit uh, België en ook uit Zuid-Limburg. Nou, wij zijn het waterschap dat daarna die golf in ons gebied kreeg. Maar wij hadden dit soort plaatjes in ons achterhoofd toen die golf ons gebied in kreeg. Dus we zaten allemaal wel uh, maximaal gespannen uh, aan ons bureau of uh, liepen over de dijk heen. Want... Als je ziet hoe het verloop is geweest, maandag nou, er werd een hele lichte voorspelling gegeven: van een beetje hoogwater naar 1000 kuub. Dat hebben we eigenlijk ieder jaar wel. Hè. Dat zijn die mini hoogwatertjes uh, die je net uh, kon zien. Dan moeten een paar kunstwerken dicht, Verder is er niet zo aan de hand. Dinsdag was eigenlijk de voorspelling nog hetzelfde, alleen de bandbreedte werd ietsje groter. Met 1500 kub, daar worden we ook nog niet warm of koud van. Dus we zaten allemaal nog relatief rustig op onze stoel. En uh, sterker nog, ik was al over mijn vakantie aan het nadenken en uh, ik was al mijn werkzaamheden aan het afronden. En toen werd het woensdag in één keer uh, nou, bijna verdriedubbeling van de voorspelling. Uh, het begon heel hard te regenen en uh, het werd echt een stuk spannender. Woensdag om 1 uur was de voorspelling 27:50. Nou, dat ligt al in de buurt van 93:95. En woensdag om 10 uur avonds, toen werd het ook wel, met name de bandbreedte, werd nog veel serieuzer. En toen waren bij ons de hydrologen en zo allemaal al heel actief alles in de gaten aan het houden. Maar het leidde ertoe dat wij donderdag zijn weer opgeschaald. Nou, en toen kreeg je dus inderdaad ook al, al die ellendige beelden van jongens, het is echt ontzettend serieus op andere plekken. En er was een maatstand voorspeld die nog nooit eerder door de Maas heen gekomen was. Nou, dit heeft hij donderdag ook daadwerkelijk bereikt. Dus wij kregen een klats water op ons af waarvan we niet wisten hoe gaan we dat doen. Gaat onze dijk dat houden? Er was ontzettend veel gebeurd natuurlijk in de Maas. En uiteindelijk, uh, daarmee maak ik de, de cliffhanger al, uh, verraad ik al een beetje, bij ons is het allemaal goed gegaan. Maar we hebben wel een week lang uh, dag en nacht zijn we paraat geweest en hebben heel veel dingen gedaan. En we hebben ook onze dijkwachten volledig ingezet. Uh, dit kleine plaatje... Uh, Maakt het wel interessant. De rode piek is uiteindelijk nog hoger geweest, maar het geeft aan hoe ontzettend snel. We zaten van eigenlijk bijna dieptepunt in de Maas, gingen we naar een hoogtepunt in de Maas. Dus dat maakt ook dat we niet zo heel veel tijd hadden om voorbereidingen te treffen. Wat we uiteindelijk hebben gedaan is uh, in de buurt van Boksmeer, net daaronder, hebben we een uh, nooddijk aangelegd waar het water tegenaan heeft gestaan. Dit waren voor ons de hoge gronden. Dus het was voor ons ook wel spannend. Wie mag het doen? Mogen wij het als waterschap doen of is het eigenlijk gemeentelijke verantwoordelijkheid omdat het... Geen dijk is. Nou hebben de burgemeester en de dijkgraaf gebeld. Onze dijkgraaf is net anderhalf uur of anderhalve maand in dienst. Die zei, nou, als we nou allebei ja zeggen, kunnen we het dan doen? Ja, dat is goed. Ze dus hebben allebei ja gezegd, en toen uh, in uh, nou ja, 12 uur lag het ding er. We hebben verder in ons gebied, tussen Den Bos en Waalwijk, hebben we ook uh, met zand meevoerende wellen gehad uh, en in een sloot die ons al wel bekend was. Maar dit keer was alleen pijlopzetten niet voldoende en hebben we daadwerkelijk gewoon een heleboel zand er neergelegd. Dat hebben we later verwerkt in een soort van mini steunbermpje nadat het hoogwater weg was. Maar dat, dit waren voor ons de grootste maatregelen naast die vier dassenburgten die we dicht hebben gezet. Oh, hier zie je nog lopen rechts. Het was het moment dat we daadwerkelijk de grond erin gingen schuiven. Het was over een kilometer lengte waarop wij zandmeevoerende wellen zagen. We hebben ons voor het eerst sinds 1995 onze dijkwachten ingeroepen. Dat zijn bij ons deels mensen uit het gebied, deels werknemers die op projecten of administratie of de post zitten. Het waren 88 mensen, de helft de werknemer, de helft uit het gebied. Tien Dijkvakken hebben bemand en we hebben uiteindelijk ook bij gemeentes in het gemeentehuis gezeten en uh, bij ons op kantoor. Ja, en het leverde hele leuke beelden op: korte broek, uh, kwelwater, maar ook uh, bij uh, volkstuintjes waar ineens uh, we erachter kwamen dat toch een aantal mensen ongewenst waterputten hadden geslagen, uh, waardoor je aardig wat kleine welletjes had. Nou, dat heeft uh, goede evaluatiepunten opgeleverd. Maar dit was voor ons wel toch hetgene uh, waar ik jullie ook wat meest in mee wil nemen, onze dassenburgten. We hadden er uh, vier die eigenlijk al in dat rode of donker oranje zaten, waarvan we zeiden, nou, daar moeten we iets mee. Dus voordat die piek al in ons gebied was, zeiden we, die drie die in het rood scoren, die willen we eigenlijk gelijk opruimen. Dus vrijdagavond stond er al een kraan bij en het enige wat de dijkgraaf nog hoefde te zeggen was, oké okay, jongens, gaan. Dus dat was een vrij kort belletje. Hij zegt, is het nodig? Ja, het is nodig uh, te hebben met de... Provincie erbij en ook nog iemand van de zoogdiervereniging hebben we drie locaties uh, na kunnen graven. Dat waren locaties die toen op dat moment nog droog waren, maar uh, van we zeiden van nou die liggen zo dichterbij, daar moeten we echt wat aan doen want dat wordt een groot risico. Nou, dit is heel fijn dat dat gelukt is. En we hadden er ook al eentje en die was aan het meestromen. Dus er kwam gewoon al water uit de dijk. Dat was ook een stuk waar de uitwaarde niet super breed was. Dus dit was voor ons het gevoel van nou hier. Uh, is het risico eigenlijk het aller, allergrootst en toen bleek dat we, we hebben daar hout wel dus het is eigenlijk bijna het Maasheggen Unesco Werelderfgoed. Dit stukje gelukkig net niet, dus wij konden die struiken zo snel mogelijk weghalen. We hebben hier overigens onze noodbevoegdheden voor gebruikt, dus dit hebben we later ook aan zowel het Rijk als aan de provincie moeten verantwoorden dat we dit hebben gedaan. We hebben over 170 meter hebben die uh, houtwal weggehaald. En het bleek ook dat er op meerdere plekken zaten de gangenstelsels. Dus we konden daar niet uh, het allemaal nagraven. Dat kostte gewoon te veel tijd. Er stond ook al water in. Dus we hebben daar een hele grote steunbem aan aangelegd. Op dat moment was ik aan het afrijden voor mijn e-rijbewijs. Ik had de uh, week daarvoor uh, rijles gehad van een uh, man uit Kuik. En uh, na het hoogwater zat ik weer bij me in de auto op weg naar mijn examen. En hij Ja, uh, jij werkt bij waterschap, maar die dijk die ging bijna door. We hadden bijna een dijkdoorbraak in Kuik. Dus, oh. dus die hele verhalen die waren al heel spannend in de omgeving. Maar uiteindelijk, die, die dijk heeft er weinig onder geleden. Maar het was wel zoiets veel. Hè? die piek waarvan we niet precies weten hoe die zich in ons gebied gaat gedragen. Die we nog nooit zo hoog doorheen hebben gehad. Dit risico kunnen we gewoon niet lopen op dit moment. Uh, dus we hebben daar uh, een dag en een nacht doorgewerkt. Het ziet er nu heel rustig uit, maar een van de grootste risico's was dagjes mensen. Het is een fietspad wat langs de krijem plassen uh, rijdt. Het was prachtig, het was prachtig weer, het was weekend, bijna iedereen had vakantie. Dus we hebben daar ook, uh, ik heb die foto niet meer kunnen vinden, maar het is van die hele grote rupsdumpers waar dan mensen langs fietsen, waarvan het wiel bijna hoger is dan, uh, dan dat ze zelf lang zijn. Ja, dat, dat was echt wel een uitdaging, maar dat, dat heb ik in de rest van Nederland ook gehoord, waar ze last hadden van hoogwater. Ja, het was gewoon een toeristische attractie. Dus hier hebben we ook, was ook een evaluatiepunt. Gaan we ook mee aan de slag. Maar dit was voor ons eigenlijk best wel heel, uh, ja, heel spannend en ook gewoon vooral heel veel werk om dit zo snel voor elkaar te krijgen. En wat we daar nu mee hebben gedaan: we hebben die lijst. daarvan zeiden we: nou, dit werkt eigenlijk heel erg goed. Maar willen we dit wel accepteren? Dat we eigenlijk op zoveel plekken, die lijst waarin we er uh, na het hoogwater nog maar 11 hadden, hebben we er inmiddels weer 20. Waarvan we er uh, met de meeste ook echt iets moeten. Gaan wij wachten op het kunnen aanleggen van een alternatieve beurt die begroeid moet worden, die dan aantrekkelijk genoeg is. Of zeggen we van, nou nee, we willen hier eigenlijk toch sneller mee aan de slag. Dus dat urgentiebesef, dat is enorm gegroeid. Dat was al best wel sterk. Uh, we hebben ook een bestuurder die daar veel aandacht voor vraagt. Maar dat is alleen maar gegroeid, dus dat is heel prettig. We zetten die lijn door hè, met reactief op het moment dat het heel gevaarlijk is. En je wil er gelijk mee in actie komen. Um, en daarnaast het proberen zo duurzaam mogelijk samen te, te leven met die das en die bever. Maar dat duurzaam samenleven brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook nieuwe kansen, zoals een dijkversterking. Dat is een kans hè, om... Extra grond aan te kopen voor een alternatieve burcht. Je gebied zo in te richten dat die hoogwatervluchtplaats er komt. Maar die alternatieve burchten leveren ook kopzorgen op. We moeten daar een bestemmingsplanwijziging voor hebben op het moment dat het geen natuur is. Uh, moet je daar een vergunning, aanlegvergunning? Is het een bouwwerk of is het geen bouwwerk? Dus daar zijn we nu met gemeentes. Gemeentes denken actief mee. Natuurorganisaties willen ook. Maar hebben niet altijd de plek of de grond. Agrariërs die zeggen: Ja, ik vind het heel mooi dat het zo is, maar. Uh, niet op mijn grond, want dan moet ik er weer met 20 meter omheen. En dan krijg ik weer een boete als ik het per ongelukse verstoord heb. Dus dit uh, is voor ons op dit moment de, de grootste kopzorg: hoe krijgen we die alternatieven voor elkaar? Uh, ja, en het blijft een kosten-uren plaatje. Het gaat echt ten koste van sommige andere werkzaamheden. Het controleren van vergunningen of het bijhouden van je beheerregister. Ja, als je ergens een gat in die dijk hebt, wil je toch eigenlijk wel dat dat als eerste opgelost wordt. Dus in onze organisatie zijn we daar heel erg mee aan het ja, uh, ontdekken. En ik moet zeggen, we hebben de lijn goed op orde. Alleen het vraagt wel gewoon veel tijd en aandacht om dat voor elkaar te krijgen. Dus dit is wat ik jullie uh, mee wilde geven en wat een hoogwater eigenlijk kan versnellen. Maar niet dusdanig versnellen dat je het probleem ook hebt uh, opgelost. Dankjewel Henrik, dat is een, 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 een duidelijk verhaal en ik denk dat een heel aantal aanwezigen hier uh, zich misschien niet zo bewust zijn van de problemen met de dassen. Um, vragen vanuit de zaal? Ja, had uh, uh... de microfoon naar je, Sjant. Je had het over die vier uh, 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 burgten, ja, met name die, die vier locaties, waren die al bekend? Ja, dit waren locaties die bij ons bekend waren, die ook al technisch doorberekend waren en die eigenlijk in dat rode vlakje zaten. Als mij vraagt over, je praat over een noodmaatregel, hadden jullie een plan van aanpak liggen? Dus een beheersmaatregel, een tijdelijke beheersmaatregel? Nou, we hadden in die zin in de calamiteitenplan opgenomen. Dus wat moeten we doen? Hoeveel grond hebben we nodig om deze situatie aan te pakken? Stel dat hoogwater wordt. Um, ja, daarin waren we voorbereid, maar niet uh, uh, dat we het zo snel moesten gaan uitvoeren. En dat is een les voor de volgende keer? Ja, nou, die piek die kwam zo snel. Dus we hebben, normaal gesproken hebben we echt een paar dagen. Het duurt twee dagen voor die van Limburg bij ons het gebied instroomt. Uh, en nu was dat natuurlijk nog steeds zo, hè, die twee dagen. Maar dat was ook alle tijd die we hadden. Want het ging zo snel uh, dat we niet die aanloop hadden van het gebied het is al verzadigd, de maas staat al wat hoger. Uh, dus we moesten sneller handelen dan dat we normaal gesproken uh, kunnen voorbereiden. Maar ik zou me zo voor kunnen stellen dat wanneer zo'n situatie zich weer voor zou doen, dat je dus eerder optreedt en misschien al vroegtijdig al maatregelen treft. Ja, dat hebben we bij de eerste drie gedaan. Daarvan zagen we ook al aankomen van jongens, dat, dat gaat niet goed. Dat zijn onze meest gevaarlijke beurten. Die moeten nu aangepakt worden. Uh, en deze begon al mee te stromen de dag daarna. Maar wij zijn eigenlijk pas donderdag opgeschaald. Dus toen zijn al onze dijkbeerders nog extra over die dijk heen gegaan. En vrijdagavond toen werd de eerste Dassenburg wel al aangepakt. En dat was toen al dusdanig voorbereid met onze aannemers dat die al ter plekke klaar stonden. We hebben overigens met een tiental aannemers waakvlam overeenkomsten. En de, 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 dat, dat liep perfect. Die hebben echt al het werk laten vallen, en, uh, alle mensen opgeroepen. Dus dat, het ging vrij soepel toen we in actie kwamen. Ja. Dank je. Niemand anders? Marjan? <tiegelen> ja, ja. Hi. Goed verhaal, sterk verhaal en ik denk een goede waarschuwing. Um, je noemt ook even bevers. Uh, hoe zit u er daar nu tegenaan te kijken en uh, heb je die ook in beeld? Ja, nou bevers, ik, ik durf niet te zeggen dat we ze in beeld hebben. Juist omdat die onder water hun hol maken en ze daarmee best wel heel lastig op te sporen zijn... Uh, we hebben wel de risicolocaties in beeld, waaronder de wielen die tegen de dijk liggen. Op een van die wielen gaan we nu ook al uh, maatregelen treffen, zodat ze niet te ver inkomen. Bevers hebben we ook heel veel gezien, s'nachts met dijkwacht lopen. Die gingen allemaal zo lekker uh, die dijken over, dus dat was een beetje op safari in eigen land. Uh, ja, dat is voor ons dezelfde aanpak die we volgen. Ook proberen die hoogwatervluchtplaatsen in te richten en alternatieven... Alternatief is wat lastiger, maar je kunt bijvoorbeeld wel sloten verleggen. Als die tegenslot lekker tegen de dijk aan liggen, kun je die misschien iets verder ervan afleggen. Uh, ja, en ook daar hebben de zoogdierverenigingen er actief uh, bij om, uh, om ons daarin te begeleiden en ons uh, te helpen. Maar we hebben daardoor wel in ons uh, dijkversteeksproject opgenomen dat we eigenlijk een groot deel echt wel in het gaas willen hebben. Of in de damwanden. De damwanden kwamen er sowieso vrij veel. Nou ja, ik zorg ervoor dat die op zo'n manier worden aangelegd dat die ook gelijk beverwerend zijn. Uh, Martin? En we zijn overigens met het beverprotocol bezig met de provincie. Om die, uh, we hebben nu door de provincies toegezegd dat ze afschieten willen gaan toestaan. En nu zijn we actief het beverprotocol aan het maken. En die wordt eind van de zomer, begin uh, najaar bij GS voorgelegd. Ja, ja, daar ging mijn vraag ook een beetje over. Uh, als het in één jaar verdubbelt, ja. uh, hoe, hoe snel gaat dit? Ik heb dat ooit. ...op de middelbare school moeten leren met bacteriën. Dit kan ernstig uit de klauwen escaleren. Hè? Ja, kijk hoor, want daar had ik het plaatje van. Uh, hoe snel het kan gaan. Hij uh, gaat ja. Dat kan zeker. Beleidsfuncties. Technische functies. Kijk, hier staat hij al. Dit is het plaatje van de Bevers en dit is nog maar tot 2018, maar dit stijgt gewoon door. Ja, en op een gegeven moment ga je wel een optimum bereiken. Je krijgt uh, er steeds meer en die hebben ook woningnood, dus die gaan ook weer bouwen. Ja, ja. ze gaan er uh, steeds uh, meer plekken... We hebben plek... ook weer meer wolven tegenwoordig, dus misschien ja, dat dat... Ja. Uh... ja, nee, die hebben we ook. Nee, er werd gezegd, uh, Bever is heel uh, schuw, maar uh, inmiddels krijgen we al naverklap filmpjes van burgers... die met een hond aan het uitlaten zijn, de benen en zitten zitten aan de andere kant van de sloot gewoon te kijken... We zijn er, eh, in die zin de provincie is zich er ook bewust van, maar die heeft een hele tijd met capaciteitsproblemen gezeten. En toen heeft de Fauna B-eenheid gezegd, wij gaan ongevraagd advies geven. Want wij vinden dit niet meer acceptabel. Ja. De veelheid van aanvragen die wij krijgen. En die hebben daar onder andere de LTO, ZLTO, de Jagersvereniging Natuurmonumenten bij uitgenodigd. Van, goh, na, Met de waterschap en Rijkswaterstaat, van, jongens, wat willen we en wat willen we van de provincie ook. Zeker ook omdat eigenlijk alleen de waterbeheerders mochten gebruik maken van het protocol, agrariër of een gemeente niet. Dus wij hebben ook nog vrij vaak dat wij voor een andere partij de aanvraag hebben gedaan. We hebben een zorgcentrum in de buurt, die hebben al een ton zijn die kwijt omdat hun aanrijroute is ondergraven, Het is een brug. En die konden dus niet meer van hun noodroute te maken, de bevoorrading, het is ook wel waterschap, help alsjeblieft. We zijn maanden bezig om dit voor elkaar te krijgen. Dat is een ton aan zorggeld wat aan een bever wordt besteed. Ja. Ja, dat is best wel schrijnend. Dus de provincie is er ook verrassend snel waar ze mee eens met advies. En bijna alles is overgenomen. Alleen de vergoedingenpot voor uh, derden. Die daar dan. Uh, dat zou dan een half miljoen zijn. Ik denk naar nou, die pot die ze die binnen twee maanden leeg. Maar uh, dat wilden ze niet. Ze zeggen: nee, het is je eigen verantwoordelijkheid als je een bever in je gebied hebt. Ja, ik, 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 ik wou even van de tijd toch door naar de vraag. Oh, 15. ik kan heel kort de antwoorden geven. Ga ik ja. proberen. alleen de opmerking. Ja. Alleen de opmerking dat we natuurlijk ook vanuit uh, Stoa en Rijkswaterstaat een samenwerking hebben met ProRail ook op dit ja. onderwerp. Ja. En daar heeft het ook wel heel zeilings mee te maken. Uh, ja, het is gewoon een ja. hot item, hè? Uh, ja. Dus en, uh, Robin zit in de zaal. Die weet er alles van, bijna alles. Maar mijn antwoord is nog korter. Ja. Ik had nog even de vraag uh, of dat jullie ook geconfronteerd worden met uh, natuur. Liefhebbers die overenthousiast zijn, en die ook bevers uitzetten? Bij ons hoeft het niet meer. <lacht> <lacht> nou, wat we wel merken is dat, uh, met name politiek gezien, uh, is er uh, in een aantal algemeen besturen in Brabant zit ook de Partij van de Dieren en die zijn er heel strak op. En ook in de provincie zijn er ook actief vragen gesteld: waarom is dat nou nodig dat je ze niet nog meer ruimte kunt geven? En dat is gelukkig vanuit waterveiligheid ook wel heel goed te beargumenteren. En de provincie gaat daar in die zin niet in mee. Nee. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je gewoon die natuur ook ruimte geeft. Uh, en het, ik denk dat het ook wel kan. Alleen op sommige plekken is het gewoon niet acceptabel. En dan moet je dan uh, handelen. Oké. Okay. Nou, een laatste vraag. Ja, ik heb de micro. Gekregen. Ja, 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 ja. <lacht> um, <lacht> ik, ik heb wel het begin gemist. Dus ik hoop niet dat je het misschien dan hebt gezegd. Maar je zei eigenlijk: we hebben een aantal rode locaties die zijn echt gevaarlijk. Maar we kunnen die nog niet ontmantelen om allerlei regelgeving. Het dreigende water hebben jullie dan toch gebruikt om actie te nemen. En achteraf hebben jullie dan aan de provincie verteld het was nodig. Ja. Hebben jullie dan ineens ook gezegd, en volgende keer gaan we het gewoon ook ineens doen. Want we hebben nog rode locaties en daar kunnen jullie nu proactief, zonder dreigend hoogwater te werk gaan. Daarvoor hebben we het protocol en die moeten we volgen op het moment dat wij zo'n dassenhol gaan aanpakken. Uh, en dat, dat levert gewoon wat meer tijd kost. dat. Je moet dat uitvoeren dat die das er niet meer in zit en dan mag je vaak aan de slag. En daar is de provincie wel heel welwillend. Die noodbevoegdheid mogen we echt alleen gebruiken op het moment dat die dijk daar dusdanig verzorgd wordt dat die mogelijk kan doorbreken. Dat hebben we bij die vier kunnen verantwoorden naar het Rijk en naar de provincie toe. Uh, we hebben in 2018 of 2019 ook een das erin gehad. Die zat op het kwetsbaarste plekje. Um, maar daar hebben we wel gewoon echt alle stappen, inclusief vangen en noodlocatie, moeten doen. Uh, daar konden we niet uh, gebruik maken van onze noodbevoegdheid, omdat het geen hoogwater was. Oké, okay, dankjewel.